Staatsolie maakt gebruik van de gelegenheid om te werken aan het versterken van haar imago door zich op een nieuwe manier te presenteren. Dit zei Staatsolie-directeur Anand Jagisser op een persconferentie bij de heropening van het GoTo-filiaal te Latour. Maar kijk, die olie maakt een lange weg vanuit de grond, uit de aardbodem op Saramaka. Wordt het behandeld daar, het gaat door een pijpleiding, het wordt geraffineerd en dan komt het aan de pomp. En bij de pomp is het de eerste keer dat we de klant in zijn ogen kunnen aankijken. Want het hele proces is enorm ingewikkeld en duurt lang. Maar op geen enkel moment zien we een klant. Dus dit is het eerste moment dat we een klant in zijn ogen kunnen aankijken. Dus een enorme opportunity ook voor Staatsolie om haar imago goed te zetten in die gemeenschap. Toch, je maakt een mooi product en nu ga je aan het eind laten zien dat je het op een waardige manier aan die klant aanbiedt en verkoopt. Maar ik sprak over customer experience. U weet wel eens, als u ergens in een winkel gaat en u komt een beetje bedroefd of bedrukt in en u gaat lachend weg omdat de winkelverkoopster zo aardig was. Jagisser zegt dat met de heropening van het pompstation is bewezen dat Surinaamse producten niet onderdoen voor de internationale markt. Directielid van GoTo, Mark Revos, zegt dat er hard gewerkt is aan de kwaliteit van de producten die GoTo levert. Nou, laat me zeggen, sinds het overnemen van Staatsolie, dus het overnemen van GoTo, moet ik zeggen dat wij bij, als je dat kan heugen, aan het begin wat moeilijkheden hadden met de kwaliteit van ons product. We hebben sinds toen er goed aan gewerkt en dat is in principe enkele jaren geleden opgelost. De refinery bij de eerste cycle moest de refinery worden afgesteld. Dus we hebben goed aangewerkt de afgelopen jaren om de productkwaliteit nu werkelijk op de euronorm en de gasolinenorm te krijgen. Maar toen wij dat overnamen, althans ik als nieuw management, toen bleek dus dat ook de faciliteiten een upgrade behoefden. Revo zegt dat een aantal GoTo-stations er oud en vervallen uitzagen. Met het upgraden van de tankstations wordt het aantrekkelijker voor klanten om de stations te bezoeken. Ook is het personeel getraind om zich bewust te maken van de rol die ze vervullen bij de dienstverlening naar de klanten toe.